vals. Ik moet zo naar de première van Patty, dus ik weet niet of ik wel ga. Van de Gimpen, Tijgerprint, vreselijk! Jongens, ik heb een fantastische serie, hè, op Videoland. Ik ben maar en ik pas. Leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog. Wat hebben we allemaal voor gedaan van de week? Het was nog wel weer een gek weekje al met al. Hè? Ik ben van de week ook nog bij Humberto geweest. En daar heb ik natuurlijk het liedje De Motten mogen zingen. Live met de band. Geweldige band trouwens. En dat was leuk. Samen met Patty, Tina Nijkamp zat erin. Holy May Brothers. Ja, dat werd natuurlijk ook weer feest. En afgelopen zondag was natuurlijk de première van Patty. Het ziet er geweldig uit. Heel interessant om te zien. Ook uit haar jonge leven en wat ja, op zich natuurlijk ook ontzettend leuk was. Dat er zoveel bekenden waren en zoveel pers. Dus, nou Petje, dat heb jij weer goed voor elkaar, zusje. Het was top. Dingetje op mijn kin, ik heb me van de week geschoren. Dat ging niet allemaal lekker. En dat bloedde als een rund, zoals je gezien hebt. Ook op de première bij Patty. Dus we hebben daar een beetje een papiertje op gedaan. Ja jongens, er zijn ergere dingen. Ik weet het ook allemaal wel. Zijn we gewoon bij de redactie hier nog even naar jezelf kijken? Ja, ik even kijken wat er nou zeggen. Wat er overblijft van het interview. Verder gaat hij met zijn single Twee Motten ook nog zo lang en wij spraken Geer over al deze hoogtepunten. Ik weet ook niet wat die motten, maar wat kan mij dat nou verrotten? Ik denk dat het voor heel veel oudere mensen herkenbaar is en dat het voor heel veel jongere mensen weer een soort hit geweest is op TikTok. Geer laat deze week de batterijen op tijdens een tripje met de handen naar Oostenrijk. Natuurlijk met de privéjet. Ik vind dat nogal een beetje te toen dacht ik, ja, moet ik daar ook nog gaan vloggen met een leven licht op straat. Het blijkt toch dat er een hele grote groep mensen is die dat ontzettend leuk vinden. De vlog van Gerard is met maar liefst 500 afleveringen. Hiep, 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 hiep. Hoera! Een niet te stoppen hit. Nou, wij weten wel waarom. Oh. Als je in de berg zit door de druk. 1600 meter. En je eet natuurlijk veelvuldig met alcohol. Ja, dan laat je wel eens een kleine couperage. Nou, mooi aan de gang. Hupsakee. Nou, dat is leuk toch? Maar we doen het straks drie keer. Ik ben hartstikke blij. Jullie deden nog iets tussendoor met een koortje. Ja. Ik moet natuurlijk ook weer aan de gang, maar dit is leuk joh, met die band. Ja, top. Leuk. Dank jullie wel. Ja, thanks. Tot dan, tot zo. Jo, tot zo. Zeker. Ja. De make-up is naar huis. Nee. Oh. Ik heb net met aftershave dit vlekje weer willen halen, maar dan heb ik een nog groter vlek. Oh. Wat moet ik hier nou aan doen? Ja, make-up doekje. Wel? Ja. Ja. Ik draag een vlekje op, dus ik denk dat het mascara was. Dus ik denk, doe me even met aftershave even. En dan is het vlek zo geworden. Ja, natuurlijk. Maar die zie je. Oh. Ja, als je hem maar weet je het is? Het is in je nek. Ja, je ziet het. Je moet het even laten drogen. Ik denk dat je gaat het niet. Je kan hem niet aandoen. Gewoon. We kunnen hem gewoon niet aandoen. Ja, dag. Ik heb niets aan de bijen. Dat doet misschien hier dan. Moet je luisteren? Dat doet misschien hier dan. Ben jij al geweest? Nee, maar ik heb nog tijd genoeg. Nou, maar ik heb nog wat van vanmiddag. Ja, maar ze hebben jouw lange werk hoor. Dat staat wel vast. Nee, geen kijk naar die andere, je speelt vals. Doe ik helemaal aan. Ja. En dan gaan we het hebben over tv-klassiekers. Er komen allemaal oude hits komen terug. Wie van de drie doet hij het of doet hij het niet? Onderweg naar morgen. Oh, die. Maar daar, door al die titels. We hebben het hier over Gerard Joling en Tine Nijkamp. Nou jongens, hou deze sfeer vast, hè allemaal.
Nou, dat was toch leuk? Dat was heel erg leuk. Ja, ik heb een bril, hoe noem je dat nou met die glazen... Variofocus. Die bril had ik op. Ah, ja. Oh. Maar dat maakt niet uit, het was één. Ja, in oude jas. Daar is die hoor. En die twee motten, die rollen er pas. Dat was leuk. Ja. Was dat maandhoren? Ja, dat was leuk. Ik weet niet hoe het thuis was. Leuk uitzending. Ja, dat was leuk toch? Heel erg leuk. Ja. Dan krijg ik in één keer een bosje bloemen. En een doosje chocola. Pluktuin, Amstelveen. Wat is dit? Van wie hebben dit? Is in Nederland redelijk actueel. Er zijn programma's. Positief. Er zit geen kaartje bij. Nou, hartelijk dank. Nou, toch nog een kaartje gevonden. Van bloemetje. Nou, ik kan nog niet goed zien eigenlijk, maar we gaan kijken. An endless love, an eternal flame, my love, my life, you will remain. You light up my life and comfort my soul. I love you forever. My heart will hold my Valentine. Gerard Joling. Forever yours. Die, kusje, kusje. Nou, die, dankjewel. Staat er mooi bij. Nou, ik moet zo naar de première van Patty, maar ik heb me net geschoren. Maar het blijft bloeden. Dus ik weet niet of ik wel ga als dat blijft bloeden. Dat kan natuurlijk toch niet. Heel vervelend. Dit ziet er natuurlijk niet uit. Nou, gezellig. We gaan even naar Patty toe. Hallo. Dankjewel. En dan moest een kleine touch of tijgerprint. Nou, dat hebben ze wel hoor. Kijk, Rome is. En Jo. En Fran. En Sil. Enig. Gezellig hoor! Hoi jij, hoe is het vriend? Goed met jou? Het ziet er mooi uit. Jij ook? Ik heb alleen een beetje bloed. Ja, bloedt het nu alweer of niet? Ja, ik heb geen servetje voor je. Oh, geeft niks. Dag. Alright. Nou, we zitten hier bij de première van Patty. Welkom op de Videoland première van Patty Braar. Nou, daar zit heel toevallig zit ze achter, maar dat is ook wat. Ik zie alleen maar bekende mensen. Dit is normaal. Kijk eens even. Wow, zeg. Heerlijk. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage, Arlo Boxhard. Dank u. Dank u. Wat vindt u van de Gimpen? Tijgerprint. Vreselijk leuk. Wat een leuke zaal. Wat vindt u van de Gimpen? Tijgerprint. Vreselijk. That's the spirit. Ken jij Patty? Ja. Ken je haar? Ze zit in de zaal, dames en heren. Patty, waar zit je? Patty, waar zit je? Een applaus voor Patty Brink. Daar zit ze. Dank u, Patty. Praten, lieve schat, even officieel. Ja, dat ik net trots. Maar het werk wat hierin heeft gezeten. Al die mensen die kostuums hebben gemaakt. Maar we gaan wel na het feestje naar huis. Om gelijk aflevering 3, 4 en 5 te zien. Wat een prachtige prestatie van jullie allen. Dames en heren, nog één keer een groot applaus. Patty Braar! Nou, je kunt me volgen op Instagram, Instagram Story, Facebook, TikTok. Motten gaat hartstikke goed. Of bekijk het filmpje op YouTube natuurlijk. En er staat nog veel meer en het wordt iedere week aangevuld met oud materiaal. Ik wens iedereen een leuke week. Veel gezondheid, veel geluk, maar vooral veel gezelligheid. En maak er een mooie week van. Doei. Groetjes van Geer.